Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op het kanaal van Bit. Ik heb besloten dat ik een wedstrijdvideo ga maken. En ik zal een beetje uitleggen hoe zo'n wedstrijd in zijn werk gaat. En ik heb met Judith Huizinga, Danielle Mellink en Imke Schellingens-Bartels gebeld om te vragen wat hun beste tip is. Dus wil je die weten? Blijf dan vooral kijken. Goedemorgen. Zoals je aan mijn hoofd kan zien, het is een beetje vroeg, even over 7. En ik ben zo vroeg wakker, want het is zondag en het is wedstrijddag. Ik ben nu nog even de hond aan het uitlaten, want ik moet natuurlijk zo gelijk naar stand. Ik moet 10:15 starten. Dan is mijn eerste proef en iets van een half uur daarna is mijn tweede proef. Dus dan wil ik er 9:15 zijn, want ik ben er altijd een uur van tevoren. En ik zit er meestal ongeveer een half uur van tevoren op. Als het warm is, dan rij ik vaak wat korter. Maar dat is logisch, dat doe je denk ik thuis ook. Als het zo bloedheet is. Maar omdat ik zo vroeg start, denk ik dat dat nog wel mee zal vallen. Ik ben nu ook lekker zomers gekleed, maar ik heb het eigenlijk super koud. Dus iets te fanatiek. Je moet sowieso ingeschreven staan bij het KNS. En je moet ingeschreven staan bij een vereniging. En als je dat allebei hebt gedaan, dan kun je dus inschrijven voor officiële wedstrijden. Landelijk, dus dan kan je door heel Nederland kun je officiële wedstrijden starten. Ik heb gisteravond al mijn spullen gepakt. En op stal had ik alles al klaargezet. En thuis heb ik alles ingepakt. Dat doe ik altijd met een lijst. En dan weet ik zeker dat ik niks vergeet. En dan kun je gewoon afvinken wat heb ik wel ingepakt, wat niet. En dan vergeet je niks. Als het goed is. Ik ben een keer eerder mijn hoofd aan zadel vergeten, dus dat gebeurt me niet meer. Hoe dan? Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik had ze niet mee. Ik ga eerst dus even naar stal. Tot zo! Ik kom net aan op stal en de stress zat gelijk heel hoog. Ik ben normaal niet zo'n stresskip, maar ik dacht ineens... Ik ben mijn telefoon vergeten. En ik film alles met mijn telefoon. Dus ik dacht... Bummer. Chips. Oeps. Hoe ga ik dit in godsnaam doen? Maar ik heb hem gevonden, dus ik ben hem niet vergeten. Godzijdank. Ik sta nu bij Incognito. Die noemen we natuurlijk Gup. Guppie. En ik ga Guppie eerst even in de molen zetten, want die staat natuurlijk al de hele nacht op stal. En hij houdt sowieso niet zoveel stilstaan. Ik denk weinig paarden, maar hij kan moeilijk stilstaan op de poetsplaats. Dus als ik hem dan... nu even laat lopen, dan is dat iets makkelijker straks met knotten, denk ik. En dat is voor hem gewoon fijner. Dan heeft hij alvast even een korte wandeling gehad. En dan kan ik even de trailer aankoppelen. Het is een soort druk op stal. Iedereen heeft in zijn bed geplast heeft. Gup staat in het molen natuurlijk. Ik heb de trailer aangekoppeld. En ik doe nu even zijn hooizak nat maken. Want als paarden uit een hooizak eten, komt daar best wel veel stof bij vrij, zeg maar. Hebben ze daar nog meer last van. En Gup is daarin best gevoelig. Dus dat kan ik beter even nat maken voor de zekerheid. Want ik wil hem wel wat te eten geven. Want hij is ook nog eens natuurlijk best ongeduldig. Dus dan heeft hij wat te doen. Zo, ik ben even aan het inruimen. Zadel heeft al single, beschermer, zweep, vliegenspray. Niet heel onbelangrijk met het weer. Zeker als je ergens rijdt waar veel bosjes zijn. Mijn jasje hangt er al in. Mijn chebrak doe ik altijd binnenste buiten neerleggen. Mocht hij dan vallen of je stoot iets tegenaan, dan zit het aan de binnenkant en is de buitenkant nog schoon. Tip van de dag weer. Ik ga nog even het net ophangen en dan... ga ik hem maar eens knotten, want ik moet nu weer een beetje opschieten. Doei! En natuurlijk niet je paspoort en je voorleshoekje vergeten. Ik ga hem nu stopzetten, maar hij staat nog helemaal niet bij de deur. Dat is een beetje dom. Kom maar jongen, ja, was een grapje. Goeie grap.
Inmiddels is Evelien, je ziet me ook zo lekker hè, met die zon. Evelien is gearriveerd. En Evelien is mijn hulp voor vandaag. En dat is natuurlijk ook wel weer een goede tip. Zorg dat je hulp hebt. Want het is gewoon handig. Iemand die je paard even vast kan houden. Die je kan helpen met dingen. Nou ja, en natuurlijk ook iemand. Dat het iemand is die je. Die je vertrouwt. En die je paard toevertrouwt. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En dus Evelien gaat dit keer met mij mee. Evelien verzorgt ook. Want dit is natuurlijk niet mijn eigen paard. Deze is van mijn werkgever. Maar Evelien verzorgt ook mijn eigen paard. Dus met dat vertrouwen en alles zit het wel goed. Dus dat is handig. En fijn en leuk dat ze nu ook mee wil. Hij wil niet mee. Kom. En haar. Yeah. De steun en toeverlaat van vandaag. Vandaag ook echt. Vandaag. Vandaag. De vandaag de deun en toeverlaat. Yay! Ja, wat ik altijd doe, is voordat ik ga knotten, is staart insprayen. Weer een tip. Want dit vult altijd best wel veel in. En dan is dat ook nat. En als het nat is, is het niet zo goed uitgekomen. Dus dan, als je klaar bent met je knotten, is die staart inmiddels droog. En dan kun je gelijk uitborstelen. Dus dat is wel handig. En nou, als je naar de manen kijkt, dan zou je denken, wow, maar hij heeft toch vet lange manen voor knotten. Maar met naald- en draadknotten is het altijd wel relaxed als je een beetje manen hebt. Want dan heb je ook mooie, dikke knotten. En ik zou je zeggen, als ik ze nu zou knippen en ik ga dan knotten, dan wordt het echt heel leuk. Want dan krijg je aan de onderkant allemaal pieken en alles piekt eruit. Dus dat wil je niet. Dus dat moet je lekker zo laten en dan lekker knotten. Mag ik eerst? Oh nee, ik ga niet eerst. Super verantwoord. Tip 133. Dit mag niet. Oké, hij is in de knotten. En we staan nu in de stal. Want we moeten zo weg, maar ik wil hem altijd even de gelegenheid geven om nog even te plassen in stal. Dus dat kan hij nu even doen. Ik maak hem even los en dan doe ik mijn laatste spullen inruimen. En dan kan hij nog even plassen. Opletten met beenbeschermers dat je ze niet te strak doet natuurlijk, maar over het algemeen kunnen ze best heel strak, want je moet ze zeker niet te los doen, want als ze afglijden in de trailer en ze gaan erop staan, of, dan kun je nog beter zonder beschermers doen, want dan krijg je nog sneller brokken zeg maar, maar je moet ze wel gewoon even goed dat ze vastzitten. Nou, doei! Hey! Hey! Ik ga even uit de muziek. Oh ja, vlucht uit de muziek. Ja. Ik dacht, misschien heb ik wel een aantal mensen om me heen die nog tips hebben voor de kijkers, zeg maar. Dus ik wilde aan jou ook vragen, want jij hebt natuurlijk heel veel wedstrijden gereden. Uiteindelijk, je hoogst haalbaar gehaalde niveau was Prison George, toch? Ja, klopt. Ja, dus lichte tour. Ja, dus nou ja, dan heb je toch ook wel veel gestart. Heel hard getraind, maar ook wel veel wedstrijden gereden. Dus ik dacht, heb jij nog een goede tip voor de mensen? Of voor voor het eerst op wedstrijd gaan? Of misschien gewoon, heb je nog een tip voor mensen die wedstrijd rijden? Nou ja, ik zou sowieso altijd ervoor zorgen dat je voordat je überhaupt op wedstrijd gaat, dat je een lijst maakt met alles wat je nodig hebt. Of dat je nou voor één dag of meerdaagse concours, zou ik altijd een lijst maken, zodat je daar altijd kan controleren of dat je alles hebt. Ja. En controleren natuurlijk of dat je paard goed genoeg geënt is. Dat is ook altijd belangrijk, zeker voor de wedstrijd.
Ja, dat is ook wel goed. Ja. Slim, ja. Ja, nou ja, ik zorg dat je het goed hebt gepoetst. Dat je dat het allemaal schoon is. En dat alles ook heel is. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Dat je niet op de wedstrijd komt en je stijgbeugel riem breekt af. Of zorgen dat je je adres al weet van tevoren. Zodat je die al makkelijk kan in. Nog een keertje je startlijst controleren. Ja. Van tevoren. En ja. Nou, dat is al best wel een lijst. Maar dan kan je nagaan hoeveel er eigenlijk... waar je allemaal rekening mee moet houden als je wedstrijd rijdt. Of als je op wedstrijd gaat. Heb je ook gewoon, dan haalt de stress ook weg. Weet je wel, je weet gewoon dat je alles hebt. Ja. Je alles hebt gecontroleerd. En ja, kijk, dan kan er altijd natuurlijk nog wel wat gebeuren. Maar dan is het in ieder geval... Dan heeft het niet gelegen aan je voorbereiding. Nee, liggen. Precies. Nou, dus dat. Doei! Yo, hallo! Nou, we zijn inmiddels op locatie. Evelien heeft me net even ingeschreven, want als je op wedstrijd aankomt, moet je op zoek naar het secretariaat. En dan moet je dus melden dat je er bent. Dus dat hebben we gedaan. En dan betaal je voor je 2 proeven die je rijdt, of 1 als je er 1 rijdt. Maar ik ben bijna ongeveer aangekleed. En nu gaan we even snel het paard opzadelen. En dan ga ik losrijden. We doen dat bij Gup, omdat zoals je ziet is hij hier al redelijk onrustig. En hij is buiten altijd op nieuw terrein best wel fit, zeg maar. Daar vindt hij altijd wel wat van. Dus, oh. Waarom doe ik hem eigenlijk hier altijd zijn hoofd al in? Dus dat is misschien nog een tip als je zelf ook met een groen paard gaat of een wat onrustiger paard. Dat het wel fijn is om hem dan alvast zijn hoofd al in te doen in de trailer. Want als je hem per ongeluk loslaat buiten, dan ben je natuurlijk kwijt. Als je pech hebt. En dat willen we niet. Dus vandaar dat ik hem eigenlijk altijd hier even zijn hoofdstel in doe. En dan hoef ik hem buiten de trailer om niet meer te klooien met zijn halsen af, hoofdstel om. En nu, nou ja, hier blijft hij redelijk rustig staan. Dus dat is nog een tip. Want voor het Bit Magazine ben ik een vlog aan het maken over wedstrijdrijden. En ik dacht, nou ja, jij bent natuurlijk ook mijn juffie, zeg maar. En jij rijdt Grand Prix. Dus ik denk, als er iemand veel wedstrijden rijdt en er verstand van heeft, dan ben jij het. Dus nou ben ik benieuwd of jij voor de kijker, zeg maar, nog een goede wedstrijdtip hebt. Ja, dat is nogal een grote vraag. Er zijn zoveel tips om te kunnen geven natuurlijk. In ieder geval de tip wat heel belangrijk is, is dat je gewoon genieten of je wedstrijd en niet te veel stress moet hebben. Ja. Het verschil tussen thuisrijden en wedstrijdrijden gewoon niet groot wordt. En dat je ook al wel wat vaker op andere terreinen hebt gezeten, zodat dat ook allemaal niet zo stressvol is. Ja. Het paard moet niet te veel doorhebben of in de gaten hebben dat er nu in één keer van alles wel moet gebeuren. Ja. Dus, thuis moet je gewoon alles goed voor elkaar hebben en eigenlijk bijna een klasse hoger zijn dan wat je op wedstrijd hebt. Zodat
Ja. Goeie tip. En dat is heel... Het is heel grappig, want ik dacht, Judith gaat zeggen, je moet genieten en niet te veel stress. Ja! Dat had ik al ingeschat. Wat grappig. Dank dat je die wilde geven, wilde delen. Nou, heel graag gedaan. Hopelijk hebben mensen er wat aan. Ja, precies. Er zijn nog veel meer tips natuurlijk, maar dat allemaal voor de toekomst. Ja, precies. Doei doei! Doei! Zo, ik lijk wel een wasbeer met die mascara volgens mij onder mijn oog. Ik ben helemaal verzweet, ben ik. We zijn net... we hebben dit afgezadeld, we hebben hem afgespoeld. Het is best wel warm. Dus we hebben nu de keuze gemaakt om hem in de trailer te zetten. Want buiten de trailer zitten heel veel vliegen. En nou ja, daar is het eigenlijk warmer als in de trailer. Ik heb eigenlijk alles wel open staan. Ik had dit deurtje net even dicht gedaan, want hij is een beetje onrustig. Kijken of je hem... Daar staat hij. Dus we gaan even vragen hoe laat de prijsuitreiking is. Want in principe wacht je altijd netjes tot de prijsuitreiking is. En nou heb ik niet denderend gereden. Want we waren hier voor het eerst samen, zeg maar. En dat, daar vond hij nog wel wat van. Dus ik had eigenlijk mijn handen vol om hem een beetje enigszins relaxed door die proef te krijgen. Wat niet de hele tijd erg goed lukte. Dus ik verwacht er niet heel veel van de punten. Maar ja, het is een jong paard, dus hij moet ook gewoon meters maken en veel verschillende plekken zien. Dus dat weet je als je met een paard op pad gaat. Het is geen robot, dus dat kan ook gebeuren. En ik had op zich ook wel hele goede stukken. Dus daar was ik dan wel weer heel blij mee. Dus volgende keer weer beter. Hij zit gelukkig wel wat te eten. Oh. Als ik dan straks de protocol heb opgehaald, dan gaan we zo snel mogelijk naar huis. Want hij zal ook wel weer moeten plassen. En dat doet hij niet in de trailer. Dus dat zijn ook dingen om rekening mee te houden. Dus hij hoeft van mij nu niet hier per se heel lang te gaan staan wachten. Ik wil hem zo snel mogelijk naar huis brengen. En dan kan hij lekker op stal. Kan hij zijn slobber eten en even plassen. Dus ik zie jullie zo. Ik laat jullie weten wat ik ervan gebakken heb qua punten vandaag. Nou, prijsuitreiking gehad. Ik heb mijn punten. Ik krijg zeg maar een protocol. En daar staat alles op. Elk onderdeel krijg je een punt voor. Al zou je overal een 6 voor krijgen, dus alles voldoende rijden, dan heb je 180 punten. En 180 punten, dan heb je een winstpunt. En als je 10 winst... Gemaakt... Oh. Het sneeuwt hooi. En als je dan dus 10 winstpunten hebt in de categorie, dan mag je door naar de volgende categorie. Je hoeft dan nog niet door, maar dan mag je dus wel promoveren, zeg maar. Ik had met Gub inmiddels 7 winstpunten in het M1. En dan gaat hij eigenlijk best hard voor zijn leeftijd, want hij is net vorige week 5 jaar geworden. Met het M2 wil ik sowieso nog even wachten, ook omdat hij daar nog gewoon niet klaar voor is, hoor. En dat is best wel weer een stuk pittiger dan het M1. En zo zien we weer dat ook het M1 soms nog best lastig voor hem is. Maar dat is eigenlijk meer omdat hij dan het terrein een beetje te spannend vindt. En dan reageert hij heel erg op geluiden en dan schiet hij nog wel eens weg. Dus dat had ik nu ook. Dus ik had mijn eerste proef 178 punten. En toen heb ik nog een volte gereden omdat hij er een stukje van doorging. En ik kon hem niet controleren. Dus toen ben ik een volte gaan rijden. En dan krijg je dus min 2. Omdat je die volte niet hoort te rijden. Die staat niet in het programma. Dus uiteindelijk had ik die proef 176 punten. En dan staat er aan het eind bij, fijn paard, jammer van de spanning, maar netjes opgelost. Probeer nog meer stelling en buiging te vragen. En dan had ik in mijn tweede proef 183 punten. En daar staat bij, fijn rondgereden, werk aan stelling en buiging, overgangen nog beter markeren. Dus nou ja, daar kan ik me allemaal natuurlijk prima in vinden. En succes staat er nog bij. Dus we gaan hem, zoals je hoort, hij maakt flink wat herrie. Hij gooit me onder het hooi. Hij wil naar huis en dat snap ik. Dus we gaan hem even snel thuis brengen. Tot zo! Hallo! Hallo! Wat gek. Hallo. Hoe is het? Ik zie er een beetje zwetend en toestanderig uit. Ik ben op wedstrijd. Oh ja, ik heb dat net ook gehad. Dus ik ben net een beetje schoon. Maar ik was net zo erg. Oh. Ik ben voor Bit Magazine een vlog aan het maken over de wedstrijd. Ga ik Imke ook maar vragen of jij een goede wedstrijdtip hebt voor de kijker, zeg maar.
Ja, dat is, met wedstrijden vind ik heb er heel diep over nagedacht natuurlijk. Maar één goede wedstrijdtip is natuurlijk nogal makkelijk. Of nee, het is eigenlijk heel moeilijk. Maar als ik dan kijk naar de ervaring die ik vandaag dan weer zie gebeuren. Ja. Is een goede voorbereiding, zeg maar, het halve werk. Ja. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je een soort van routine moet ontwikkelen. Waarvan je weet dat het voor jou en je paard werkt. En die leerling die ik vandaag had, die heeft dat nog niet. Nee. Ook omdat hij zich er niet bewust van is en die doet zomaar wat. En daarom is het ook goed dat je dan af en toe keer meegaat en dat ziet gebeuren. Dat je denkt van wat, hij heeft nog maar 25 minuten en hij zit er nog niet op. En hoe kan dat nou? En veel te laat en weet je wel, zo van dat soort simpele dingen. Ja. Maar ik denk dat als je weet dat je een soort van vaste routine ontwikkelt. Die ook lijkt op wat je eigenlijk thuis doet voor je training. Dat het niet heel veel anders is. Maar dat je weet hoe je je moet voorbereiden. En hoe lang. En een beetje de indeling van je losrijden. Dat dat in ieder geval een heel stuk houvast geeft. Ja. Om in ieder geval een goede proef te kunnen rijden. Ja. En zeker voor mensen die makkelijk zenuwachtig zijn en zo. Denk ik wel dat een goede houvast geeft. Dat je een routine ontwikkelt die voor jou en natuurlijk voor je paard ook werkt. Ja. En dat duurt wel even hoor. Want ik bedoel, ook ik als ik weer op wedstrijd ga, moet weer een aantal wedstrijden rijden. Om te weten wat er wat werkt voor mij op dat moment. Maar zeker ook voor dat paard. Ja. Dus het is niet altijd hetzelfde. Nee, dus je moet ook eigenlijk goed je paard leren kennen. En weten hoe die is als hij niet thuis is. En dat soort dingen. Ja. Je moet eigenlijk heel goed. Ja, en niet te snel in de stress schieten, zeg maar, op het moment dat het een keer niet goed gaat. Want als het niet goed gaat, kun je er juist heel veel van leren. Ja. Ja, want je gaat op wedstrijd om elkaar beter te leren kennen. En heel veel mensen gaan op wedstrijd om te winnen en om punten te halen. Maar uiteindelijk is het op wedstrijd gaan, leer je zo verschrikkelijk veel meer weer van je paard. Ja. En daar moet je je voordeel mee doen voor de volgende wedstrijd. Voor de volgende wedstrijd en voor. Nou ja, voor datgene wat er over 2 jaar gaat komen, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat vaak toch wel vergeten wordt als er een wedstrijd een keer niet goed gaat. Dat het meteen mislukt is, maar dat is onzin. Ja. Want het gaat om leermomenten en het gaat erom dat je voor jezelf kunt evalueren van waarom gaat het nou zo. En hoe kan ik dat de volgende keer beter doen. En ja. Naarmate je meer wedstrijden doet, ontwikkel je dus een bepaalde routine waarvan je merkt dat dus gaat werken voor jou en je paard. Ja, ja. Nou, dat vind ik wel een goed punt. Dus het is moeilijk om één specifiek ding te zeggen. Ook omdat iedereen natuurlijk anders is. Ja. En elk paard is anders. En sommige mensen vinden het wel fijn om een 20 minuten los te rijden. En anderen hebben 50 minuten nodig. Ja. Om het hele programmaatje op het gemakje een keer door te draaien. En, Ja, precies. Maar een goede voorbereiding en een bepaalde routine daarin, dat helpt wel vaak. Om in ieder geval gewoon te doen wat je altijd hebt gedaan en het niet beter willen doen dan thuis. Nee. Want dan wordt het alleen maar slechter van. Ja. Dus je moet ook, ja. Ja, je werk, doen wat je werk zit thuis al en je gaat dat niet op de wedstrijd ineens veranderen of verbeteren of zo. Dat had je precies. Dan al moeten doen, zeg maar. Precies. Ja. Ja. Als je niet in vorm bent, ja, dan wordt het moeilijk om op wedstrijd en dan kan het nog meevallen. Ja. Maar dan moet je niet denken van, ja maar, potverdorie, waarom doet hij het nou niet? Want thuis was het, ja. Zien, als het niet in vorm is, dan. Nee. Ja, dan moet je je routine wel houden. En dan moet je ook op wedstrijd gaan. Want je bent nooit 100% in vorm. Nee. Maar ja, goed, zo zijn er natuurlijk heel veel dingen die er allemaal bij komen kijken. Ja. En het is op een andere ook anders dan thuis. Dus ja, komt altijd spanning maar kijken. Ja, dus ik hoop dat je er wat mee kunt. Ja, tuurlijk. Ja, leuk. En bedankt dat ik je even mocht bellen. Helemaal goed. Oké. Okay. Hey, succes met alles. Yo, hetzelfde. Doei, doei. Doei, doei. Bijgekomen in zijn stal en nu gaat hij lekker met zijn vriend. Evelien loopt daar met zijn beste vriend van Gup.
gaat hij lekker de rest van de dag op het land. Want daar is hij natuurlijk paard voor. En, nou, ik hoop dat jullie natuurlijk wat hebben gehad aan de tips. En misschien hebben jullie zelf nog wel tips die ik niet heb genoemd. Laat ze vooral achter in de comments, want daar ben ik heel benieuwd naar. En tot de volgende keer. Doei!